Nou, dat ziet er heel goed uit. Een beetje science fiction kapsel wat je hebt. Ja, zal ik het gewoon zo laten? Leuk? Elke week in Vrouw hebben we een glamourmetamorfose in de studio van de Amsterdamse sterrenkapper Rob Peetoom. Deze week is Mandy Leenpool aan de beurt. Mandy heeft zichzelf opgegeven, maar zou eigenlijk niet alleen komen. Ik heb een mailtje geschreven deze zomer om samen met een vriendin deze makeover te kunnen doen. Mijn vriendin Anne heeft het heel moeilijk gehad afgelopen jaar. En ja, ik had zoiets, wij verdienen dat gewoon om samen iets leuks te gaan doen na al die rotte zaken. Alleen zij kon er helaas niet bij zijn vandaag en zei ze, nou je moet gewoon gaan. Zelf heeft ze geen controle over het resultaat, want ze mag tijdens de makeover niet in de spiegel kijken. Het is allemaal heel spannend en heel leuk, maar ik heb wel zoiets van, nou, we gaan er gewoon voor. Het is allemaal wel heel braaf en altijd al hetzelfde en een beetje klassiek. En het mag nu wel eens wat anders zijn. Mandy wil dus iets heel anders. Creative director Vincent Langerdijk ziet het nieuwe kapsel al helemaal voor zich. Ik denk dat we gaan voor een koepverandering die echt, ga niet precies vertellen, maar die is denk ik wel heel erg leuk. En dan gaan we voor de meer wittere kleur, echt wel een stoerdere uitstraling krijgt qua blond. En dat wordt echt wel, wordt heel sexy, wat cool. Ik had wel zoiets van, ze zullen vast van het brave meisje wel af willen. En is er thuis geen vriend die tegen je heeft gezegd van, niet te kort hoor? Nee, juist niet. Die zei, doe maar lekker kort. Okay. Dus ik ben benieuwd. Dat korte haar kan geregeld worden. Is Mandy nog steeds overtuigd van het Rob Peetoom sterrenteam? Ik heb wel de plukken haar zien liggen net op de vloer, dus dat is veel vanaf. Maar het wordt wel een vrouwelijk maar stoer kapsel. Hoe denk je dat je vriendin gaat reageren? Ja, ik denk dat hij het heel gaaf vindt. Die heeft al gezegd, alles staat je goed, dus kijk maar gewoon wat ze doen en vertrouw er maar op. Dus ik denk dat ze daar gewoon gelijk in heeft. Hoop ik dan in ieder geval. Dan gaat make-up artist Carla Rep aan de slag. Welke make-up stijl vindt zij bij Mandy passen? Iets pittigs ga ik doen. Nou, ze heeft een prachtig gezicht. Ze heeft hele mooie contouren, ze heeft hele mooie ogen. Ze heeft veel ruimte om make-up aan te brengen ook bij haar ogen. Dus ze heeft eigenlijk gewoon een heel fijn gezicht om op te maken, sowieso. Ik denk dat ik voor iets stoers ga. Ja, ze kan gewoon heel veel hebben, dus het is ook, zeker als je wat jonger bent, hoef je wat minder rekening te houden met glans en niet glans en dat soort dingen. Dus ik kan wel gewoon door los gaan. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe het eruit ziet als een professional het heeft gedaan. Dan is het tijd voor de onthulling. En, Mandy, is dit wat je ervan had verwacht? Wow. Ja, dit is inderdaad wel wat anders. Heel heftig, ja. Maar wel heel gaaf. Hoe denk je dat je vriendin gaat reageren? Ja, die vindt het helemaal geweldig. Ja, en mijn vriend zo mogelijk nog meer, dus dat wordt een leuke avond, denk ik. Maar dit is heel gaaf. Ik ben er heel blij mee. Mandy is erg blij met het resultaat en dan is het natuurlijk tijd voor de fotoshoot. En dit is het resultaat.